En hij gaf toen aan, het kan veel sneller. De omstandigheden zijn eigenlijk ideaal. Het is warm, nagenoeg geen wind, lekker droog. En er is natuurlijk gezorgd voor een topveld. De 800 meter is in Hengelo altijd sterk bezet. Met een tempomaker in de persoon van de Duitse Scherer. En Lataos met zijn lange pas moet hier positie kiezen. In het lichtblauw met zwart is het Tijmen Kupers, de Nederlands indoorkampioen. Een beetje achterin te vinden. Onlangs goed in Hoorn voor 1.48.51. Maar een talent. Lataos zat in die race in Hoorn een kleine 2 seconden voor Kupers. Achter Scherer is het meteen de Pool Armxot. Zeer sterk. Een persoonlijke record van 1.43.30. Vorig jaar gelopen in Rieti. En de doorkomsttijd na 400 meter. 50.50. Uitstekend. Lataos op de vierde plaats. Kupers, één na laatste. Maar het tempo ligt hoog. Nu zal Lataos moeten laten zien wat hij waard is. In 2008 was hij hierbij in Peking. Daarna veel blessureleed gekend. Keer op keer last van zijn voet. Kwam terug, weer blessureleed. Maar nu is hij sterk en nog altijd ontspannen. Want zijn gezicht, zijn wangen, die verraden die ontspannenheid. Lange pas van Lataos op de vierde plaats. Nog altijd Aram Ksot, dan twee Kenianen. Job Kinior zit daarbij en Kituma. Lataos houdt stand op de vierde stek. En het tempo nog altijd moordend hoog. En Adam Ksot gaat hier voor de winst. Of wordt het toch een van die Kenianen? Kitum komt naar voren, gaat over landgenoot Kinior heen. Ksot redt het en Lataos finisht hier als vijfde. En dit is een uitstekende tijd, zeg. 1.43 staat er op de klokken voor deze Ksot. 1.43.83. Maar Robert Lataos finisht hier uitstekend als vijfde. En voldoet aan de Olympische limiet. Met 1.44.61. Bovendien een dik persoonlijke record. Maar het allerbelangrijkste, hij gaat naar Londen. Daar staat het. Vijfde plaats Lataos. En in zijn kielzog gaat de Nederlander Kupers naar het EK in Helsinki. Want hij noteerde hier een uitstekende tijd van 1.46.46. Daar staat het. Een nieuw talent. 20 jaar. Ook op die 800 meter. Dus uit